Nee, we wisten dus niet wat. Of het een ontsteking was of een tumor. Of wat dan zeg maar de oorzaak van die afwijking is. Jongens! Hallo? Ernie, je bent zo erg. Oké. Oh. Roos! Adios! Nou, ik heb mijn harnas aan. Hoi allemaal! Hallo! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het begint iets minder leuk. Ja. Want Guinness moet naar de dokter. Dat was het eigenlijk wel. Einde verhaal. Ja. Nee, het lijkt me goed. Laten we straks eventjes vertellen hoe en wat. Ja, even na het bezoekje. Ja. Dan weten we wat meer. Hij wil eruit. Maar we weten in elk geval dat het niet zo goed is met hem. Nee. Nee. En na Bailey's taart dachten we, ach, de andere hond kan ook nog wel even gewoon iets stoms doen. En iets nog stommers hebben ook. Eigenlijk nog stommer, ja. Maar dat zullen we zo even toelichten. We gaan even rijden. En verder gaan we vloggen wat we vandaag gaan doen. Het is weer een heerlijk gezellig... regenachtig randdag. Ja, echt Nederlands. Dus ik denk dat het misschien weer een combinatie wordt van vandaag en donderdag. Maar anders, dus ja. Jullie zien het vanzelf. Het is maar spannend, dat is de juiste buiten. Ken ons. Want dit is niet goed, dat kan niet goed zijn. Zo lief. Ja. Zielig. Hallo! Kitty! Kitty. Wij zijn op onze favoriete plek. Ja, want het is lunchtijd. En we zijn dus net met Guinness. Oh, wou je dat nog niet vertellen? Jawel, ja. Ik was gewoon even in je ogen aan het kijken. Oh, Guinness. Ga maar weer even naar achter. En Guinness. Oh. Even aansluiten hoor. Ja. Nee. Nou, we zijn dus bij de dierenarts geweest. En we moesten daar naartoe voor een echo van Guinness. Van zijn lever. Want hij had de laatste. Hij zat niet zo heel mooi in zijn vacht. Maar hij was ook de hele tijd een beetje aan het lekken uit zijn bek. Ja. En hij at opeens heel veel. En toen dachten we. Hij dat kan een beetje niet. Anders dan anders. Nee, hij is normaal een slechte eter. Dus. Nou, toen hebben we bloedonderzoek laten doen bij de dierenarts. En nou werden we dus net doorverwezen naar een andere dierenkliniek. Om een echo te laten maken van zijn lever. Om te kijken of daar geen tumoren in zaten. Of dat er iets anders aan de hand was. Ja, want jij had bloed geprikt. Of bloed laten prikken. En de leverwaarde ja, niet goed. Ja, er kwam echt leverfalen uit. Nee, er werd echt wel een leverafwijking gezien. Of de alvleesklier. En nou ja, dat is, hebben ze nog een ander onderzoek in het bloed gedaan. Toen bleek het dus wel echt de lever te zijn. Maar je wist nog niet hoe erg. Nee, we wisten dus niet wat. Of het een ontsteking was of een tumor. Of wat dan zeg maar de oorzaak van die afwijking is. Maar de waarden waren echt... enorm hoog, zeg maar. Ze staat echt helemaal tegen de piek van die grafiek. Ja, ze liet ze net ook zien. En ze staat echt helemaal de buitenrand van ze echt, de waarde. Het is wel heftig. Ja. En ze vond ook dat hij echt nog wel heel gezellig deed voor een hond met zulke afwijkende waardes. Dus, maar we waren er wel heel snel bij, zeg maar. Dus het was wel echt een beginstadium. Ja, dat kon ze zien dat het nog... Dat het, aan bepaalde bloedwaarden inderdaad, dat het echt nieuw was. Dus dat was ergens natuurlijk heel gunstig. Ze hebben geen tumoren gevonden, gelukkig. Dus... Nee, maar dan weet je echt dat het iets onomkeerbaars is. Ja, dan moeten ze echt gaan opereren. Ja. En nu lijkt het erop dat het gewoon een hele heftige ontsteking is van iets wat hij of misschien heeft gegeten. Ze vroeg nog of we de paarden recent hadden ontwormd. Of hij dan misschien paardenpoep had gegeten waar dan ivermectine in zit. Ja, ik weet inderdaad van vroeger toen we puppies hadden dat ze dan altijd zeiden pas op. Want puppies eten alles wat los en vast ligt. Ja. Als je met paarden werkt, dat ze dus Guinness komt ook eigenlijk nooit in de wei. Nee. Nee, in de zomer meestal, maar de afgelopen tijd niet. Maar we hebben ze ook niet. Het is echt al wel weken geleden dat we ze hebben ontwormd. Dus, maar kan het niet? Daar was het te acuut nu voor. Okay, ja, oké. Ja, nee. Guinness heeft ook een kalbuikje. Zou ook nog zijn. Of dat, hij is gecastreerd toch? Dat is een klein prostaatje. Oh ja! Toen zei ik, nee, hij is niet gecastreerd. Oh, dan is het gewoon een heel klein jongetje. Ja, en hij lag echt zo in jouw armen. Help! Ja, we moesten echt met z'n tweeën. En toen kwam er nog een assistent bij. Want hij wou niet op zijn ruggetje blijven liggen. Hij vond het heel eng. Ja, het was niet dat hij vervelend was. Maar hij vond het inderdaad, hij wou gewoon weg. Dan zet hij zeg maar zo af met zijn lange poten. En als je die net onder je oksel hebt, dan kun je niks meer. En dan... Ja, en ze had net zo'n steun neergelegd. En toen zei ze, oh, deze is iets groter dan wat ik verwacht had bij een Vizsla. Ja. Oh, ja, dankjewel. Bedankt. Oké, we waren binnen nog even wat dingen aan het bespreken, telefoontje aan het plegen. Toen appte Iris' vader, belde dat de paarden de kerstverlichting eraf hadden getrokken. Dus dat was wel echt een teken dat we het op moesten ruimen.
Maar we moeten ook zo weer weg. Dus ik heb nu even deze streng eraf gehaald. Die zit er nog aan. Maar hij zit daar ook nog vast. Dus ik heb hem even in de voerbak van die stal zo tussendoor gelegd. Want ik moet daar helemaal overheen klimmen om het stopcontact en zo ook weg te halen. Dus dat doe ik even als ik terug ben. Maar nu is het in ieder geval niet meer zo gevaarlijk. De paarden hebben even hooi op de grond. Want vanavond komt er een nieuwe hooibaal. De paarden hebben dit gedaan. De paarden hadden dus hier de verlichting afgetrokken. Hier is ook iets gebeurd. En de paarden hebben hier mee gespeeld. Ja. Dat was het wel. Oké, even chaotisch. En de dag loopt altijd weer anders dan gepland. Ik ga eventjes foto's maken van de hond van Helene. Helene kunnen jullie nog kennen. Want Ernie kwam daar op stal toen ik haar net had gekocht. Toen mocht ze in de winter even bij Helene staan. Tot we hier plek hadden gemaakt. En dat was heel erg fijn. En ze hadden ook een hele lieve zwarte hond. Die hebben ze nog steeds. Maar die wordt dus waarschijnlijk morgen ingeslapen. Dus dat is heel verdrietig. En omdat het allemaal zo plots en onverwachts was, kon niemand meer foto's komen maken. Dus hier am I. We gaan er nu even heen. Ik ga even kijken of we wel of niet iets filmen. Want het is natuurlijk een beetje iets niet zo leuks. Helemaal klaar. Ik ben nu al klaar. Helemaal klaar. Jongens. Hallo. Oef. Wij zijn weer terug, zoals je kunt zien. Ja. En Sanne die heeft... laat je voor knietjes eens zien. Ah, je ziet het niet meer. Het is opgeroemd. Waarom heb ik moeite met die... Oh. Oeh. Met het sturen van de camera. Wow. Dat je hem zo vast moet klemmen. Tussen je tangles. Nou. We hebben dus foto's gemaakt en wat filmpjes. En dat was een hele uitdaging. Want het waren 2 volwassen honden, 3 puppies en Helene. En we waren met z'n drieën. Ja, en 1 voor de camera. Helpen, en die. Anders was het te laat met klikken. Dus het was een uitdaging om alles in 1 foto te krijgen. Maar ik geloof... is het... Dat er vast wel 1 bij zit. Ja, en het is vast van de 1,5 uur dat we bezig zijn geweest... vast al 1 foto uitgekomen. Ja. Dus daarvan zijn we nu net terug. En er komt nu zo een... Hoibaal! Voor als jullie dat niet kan raden. Nee, precies. Ja, die kan elk moment komen. Sorry, wat? Die kan elk moment komen en dan moet hij daar weer onder het bakje. En dan zijn we klaar, denk ik, voor dus vandaag. We wachten hier maar gewoon even. Want als we gaan weer naar binnen en dan komt hij weer aan en dan moet hij rennen. En dan moet ik mijn kind weer ophalen. Van de buuroppas. Dus ik denk dat we jullie donderdag weer zien. Na deze beelden. Hoor jij een hooibal aankomen, City? Nee. Oh, Bailey, nee. Eruit. Hup, hup. Ernie. Eet smakelijk, Rosie. Lekker. Smakelijk eten. Oh, sorry hoor dat ik je wil aanraken, modderbeest. Lekker. Zit het een beetje in het gat wat ze gemaakt hebben toen ze hier kies trokken? Het is wel lekker, hè? Goedemiddag. Het is vandaag donderdag. Zo. Vandaag stond er best wel veel op het programma, maar Iris is helaas van de week ziek geworden, volgens mij gisteren of eergisteren. En die ligt dus met hele hoge koorts op bed, op de bank, gewoon even af. Dus vandaar dat de plannen een beetje zijn komen te vervallen, want het was ook super rot weer. Ik zou namelijk vandaag gaan bermaaien in het andere weiland,
Zodat we eigenlijk veel te laat alweer konden kalken. Want dat had eigenlijk in de herfst al gemoeten. Maar goed, een beetje hoop. Laten de seizoenen het toe dat het nu nog steeds werkt. Want daar hoeft niet meer gezaaid te worden, er is alleen gekalkt. En hier moet alles gekalkt en hier vooraan moet ook weer ingezaaid worden. En dat moet in het voorjaar. Dus hoop ik zou nog een beetje tijd. Maar dat heeft terzijde. Ernie zit me aan te kijken. Oh, Ernie. Ik ben hier ook echt nu pas aangekomen. Het is 1 uur, dacht ik. En ik ga dus eventjes de paardjes doen. Even kijken hoe laat het straks is en hoe het weer straks is. Anders ga ik Ernie nog even lanceren. En ik ga hier een beetje opruimen en de stallen doen. En ja, vandaag is niet heel veel spannend. Nou, dit is weer een soort van gerepareerd. Ja, hier moeten we, dit moeten we gewoon even, dat het niet zo op de grond hangt. Ik ga even een nieuw touwtje aanmaken. Dit is weer een bende. Daphne had gisteren alles zo mooi schoongemaakt. Maar ja, paarden, hè, paarden. Oh, Ernie. Stallen zijn weer schoon. Oké, hoortjes erin. Ik vind het echt heerlijk dat het weer iets warmer is. Ik zweet me dood, ik heb een dikke trui aan, maar ik kan niet meer aan. Ik ben klaar met uitmesten. Ik ga nu even checken of Iris nog leeft. Hoi, het is vandaag zaterdag. Ja. Iris leeft een soort van weer, maar nog niet helemaal. Het lijkt alsof ze leeft. Ik heb een voorhoofdholteontsteking, dus het is niet helemaal fantastisch. Dus we gaan vandaag weer naar buiten. Grijs hier, jezus. Grijs. Dat lijkt zo, maar dat is echt niet het geval. Kijk, lijkt ook grijs, kijk. Oké, gelukkig. En was ik maar grijs, hoefde ik niet naar de kapper om het te laten doen. Maar we hebben dus straks een fotoshoot / reels shoot met Anna. Ja. Anna van Dijk. En die heeft ook deze foto's van ons gemaakt. Dus ja, en het is een beetje, het is echt nu sinds een paar seconden is de lucht weer blauw. Ja, want het heeft de hele ochtend weer gehoost. En we hadden dus een leuk idee met de Shetlanders, maar die zien er zo uit. Dit is echt te erg, hij heeft echt nog nooit zo eruit gezien. Echt nog nooit. Peanut. Oh. Ja, dat wordt hem niet. Ja, dat wordt hem niet. Peanut. Een klein babypensje. Een babypensje. Boop. Nee, we gaan even brushen. Dat kan ik niet. Heb je het verder goed, Ivol? Are you ok? Nee. Adios. Oh, Peanut! Roos, laat die tegels even heel. Je ziet eruit. Gaat het? Nou, we zijn dus eventjes wat reels aan het maken. Oh, mijn haar zit echt prachtig. En we moeten een beetje snel zijn, want Roos is echt heel blij ineens. Want ik denk dat ze naar de andere wei wil, maar dat mag niet. We moeten een beetje snel zijn, want het weer. En we moeten zo allebei nog door, want Anna heeft een andere fotoshoot. En Daphne komt mij zo helpen met het in orde maken van het weiland, waar Yellow, Bambi en Nala vroeger stonden. Oh, ik weet niet zo goed wat hier gebeurt. Oh, kijk. Roos! Kom weer.
Oké, ik ben even binnen bij Iris. En Iris die is nog steeds een beetje ziek. Dus die stopt ermee voor vandaag. Dit was eigenlijk al een beetje niet heel erg fijn als je ziek bent. Maar we hebben echt nieuwe content nodig. En het stond al heel lang gepland. Dus ze heeft een paar paracetamol naar achter gedrukt. En toch maar meegedaan. Maar ik ga nu dus gewoon alleen verder vandaag. Maar niet helemaal alleen, want Daphne komt mij dus zo helpen met het andere weiland. En wat we daar gaan doen is die zuringen en zo. En alles wat er nog staat, wat er niet hoort, gaan we wegmaaien met de bermaaier. En gewoon een beetje fatsoeneren. En dan gaan we kijken of we of vandaag kunnen kalken. Maar ik denk dat het een beetje te drassig is daarvoor. Dus dan volgende week, want dan blijft het als het goed is, nu echt, de hele week droog. Dus dan komen die iets makkelijker doorheen. En ja, we weten dat we veel te laat zijn met kalken. Maar we moeten het kwijt, het kalk. Dus dat gaan we nog even doen. Oh, het is 2:50. En Daphne en ik hebben nu leeggeschept. En alvast hooi voor vanavond in de stallen gedaan. En alles klaargemaakt. We moeten nog één laatste poepkar wegbrengen naar de mesthoop. En dan gaan we bermaaien. Maar daarvoor heb ik even spullen nodig. Dus die moet ik even vragen. Hey. Hi. De camera is nog steeds weg. Ja. Wat doe je dit mooi? Heel erg mooi. Birgit keek ook echt zo van. Kijk. Clean stables for tonight. Zo. Oh. Nou, Roos is weer helemaal back. Kijk één keer hoe ze eruit ziet van het rennen door de modder. Vies beest. Als je maar plezier hebt, hè, Rosie? En deze is ook weer schoon. Dus dat is fijn. Dan kunnen de shifties ook weer. Oh ja, doe deze ervoor zodat niet de grote paarden erin gaan. Dan hebben we Ernie, die doet een dutje precies hier in de goot. Hallo, Ernie. Hallo, Ernie. Oh. Ja. Lekker dat je aan het doen. Oh, je bent ook net een hond. Oh. Kom maar. Jammer, joh. Papi is hier. Aan. De bermaaier ligt daar achterin. En dan gaan we ook nog even echt alle poepjes die hier nog lagen weghalen. Zodat het allemaal weer een beetje netjes is. En ik ga tegelijkertijd denk ik even de omheining checken. Want ik zie een paar loshangende draadjes. Dus daar liggen denk ik of takken op of is iets gaande. Maar ik ga het even checken. En ik weet niet of ik het nu gelijk ga fixen. Maar dan kunnen we daar rekening mee houden als we het weiland wel weer in orde gaan maken. Dat we bepaalde stukken moeten vervangen. Dus dat. En verder gaan al deze bruine plantjes tegen de vlakte. Dus dat is een beetje de taak van vandaag. Heb je er zin in? Heel erg. Kijk, hier is het echt een beetje opgehoopt. Opgehoopte poep. En hier zit dat mollen. En dat netje hangt daar nog. Wat een tijden, wat een tijden. Nee, hier ligt echt wel heel veel. En daar. Yay! Oké, ik ga kijken of we dat ding aan de praat krijgen, want ik weet niet. Ik weet het niet meer. Yeah.
niet of je me heel goed kan verstaan. Ik ben even om de hoek gaan staan. Daphne is achter de schuilhut nu bezig. We hebben even van taakjes gewisseld. Want deze Bermaier is echt een stuk zwaarder dan die met dat touwtje. Want deze heeft echt zo'n ijzeren blad. Deze werkt natuurlijk op benzine en die andere op met een accu volgens mij. Ondanks dat er wel zo'n harnas bij zit, gaat het op een gegeven moment echt wel heel erg zeer door naar je rug en trekken. En dan kun je even pauzeren. Maar we kunnen elkaar ook afwisselen. Dus ik ga nu eventjes troep opruimen hier en de omheining checken. En Daphne is nu die kant van het weiland aan het maaien. Of in ieder geval de zuring aan het maaien. En ik heb deze kant helemaal gedaan. Er staan nog een paar takjes overeind die ik straks nog even zal doen op Daphne. Wie daar het laatst langs komt. Dus ja, ik ben in ieder geval helemaal kapot. Maar we zijn op de helft. Kijk, daar staan nog een paar takjes. Maar hier stond het helemaal vol. En dat is dus helemaal weg. Kijk, hier staan echt super hoge zuringen. En echt zo rond is dat. Je kan het wel een beetje zien hoeveel het is. Het komt echt tot hier. En ik sta gewoon rechtop nu. Op borsthoogte. En deze komt bijna tot mijn hoofd. Dus ja, hier is het ook wel nodig. Hier was het altijd super nat. Maar dat komt natuurlijk omdat de paarden hier ook stonden. En dat is nu eigenlijk helemaal niet zo. Het is natuurlijk wel nat. Maar er staan geen plassen. Dus dat is chill. Het land is wel weer goed bijgekomen. Alleen het is nog veel te zuur. Dus daar gaan we nu wat aan doen. Zo. Kijk, alles is plat. Plat. En als het goed is, moeten we nu kalken. Dat doen we niet nu, maar volgende week. Wat dus eigenlijk al in het najaar had gemoeten. Maar wij doen het nu. In de hoop dat het werkt. Zodat de bodem iets minder zuur wordt en dat er minder terugkomt. Er zal vast wel wat terugkomen. Maar dit is het. Lekker bezig. We zijn volgens mij precies een uur bezig geweest, toch? Ja, weet ik niet. Of niet? Ja. Ja. Wauw. Daphne gaat poep wegbrengen. Plek zijn om veulentjes op te laten groeien. Alleen zat ik ook weer te denken dat het vorig jaar toen Bambi, Nala en Yellow hier de hele winter zijn gebleven, dat het natuurlijk heel erg nat was. Dus dat is weer iets om over na te denken, want het zou wel heel leuk zijn dat we ze gewoon elke dag kunnen blijven zien en met misschien nog een veulentje erbij of juist een volwassen paard erbij. Is in ieder geval iets om over na te denken, maar de ruimte is er wel. Alleen dan moeten we het even praktisch gaan indelen en misschien wat kleine aanpassingen doen aan bijvoorbeeld de stal of misschien wel dit voorste stukje om daar toch iets van, ja, paddockachtig iets van te maken. Maar goed, dat ligt natuurlijk ook allemaal aan de mensen van het weiland, want het is niet ons weiland, en wat alles gaat kosten, want als het nou allemaal heel erg duur is en heel veel tijd kost en ja, gewoon niet handig is en je weet dan nog niet zeker of het werkt, dan is het misschien, ja, het niet waard om daarin te investeren. Maar in ieder geval, ik zat er zo een beetje over na te denken toen ik hier doorheen liep. En ik dacht, het is hier gewoon best wel een fijn plekje. Dus gaan we even over nadenken. Mochten jullie nog goede ideeën hebben, deel ze zeker met ons. En dan ga ik snel aan de weg staan, zodat Daphne mij weer op kan halen. Oh ja, mesvork mee. En dan ga ik even doei zeggen tegen paardjes. Dan zit de dag er hier alweer op. Ja, best veel gedaan vandaag. De zon is alweer iets lager gaan staan. En ja, wel echt weer zin in het voorjaar. Met het zonnetje zo. En ja, een beetje weer klusjes doen en alles mooier maken weer. Dus er komen ook weer leukere video's aan. Als we uit onze winterdepressie zijn gekropen. Dus dat belooft veel leuks. We are back! Lekker eten. Lekker eten, Ernie. Lekker eten. Hallo. En die andere twee staan daar. Nou, Daphne is net naar huis en ik ga nu ook naar huis om nog eventjes van mijn zaterdagmiddag te genieten. En dan hoop ik dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie de volgende keer, hopelijk met de camera, maar ik denk het nog niet. Ja, we houden jullie up-to-date over de status van de camera.
Maar hij is nu in reparatie. En ze zeggen dat ik een prijsopgave opgestuurd krijg deze week. Maar ik heb nog niets gehoord. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot woensdag. Doei!